Vandaag sta ik in Hitsum en we gaan op bezoek bij een van onze melkveehouders die sinds kort overgestapt is naar ForFarmers. Dat klopt, ik ben Aldo Visser en ik ga mee. Welkom bij de familie Van Dijk. Mijn naam is Lambert Van Dijk. Ik ben hier de vierde generatie op de boerderij en ik zit in Maatschappij met mijn ouders. Hier melken we 170 koeien, dat is inclusief drogen. En de melk die leveren voor de Albert Heijn melkstroom. Sinds ruim een jaar melken we met de 3 monoboxen van Gea. En sinds maart zijn we begonnen met het Albert Heijn concept. En sindsdien konden we het niet helemaal goed aan het draaien krijgen. De melkproductie viel tegen. Via kameraad heb ik toen gehoord om Olle Visser in te schakelen. Die is bij ons geweest en op gesprek geweest en we hebben goed gesprek gehad. En sindsdien nemen we het voer van hem af. Ik ben hier de TMR-specialist, omdat hier ook gemengd gevoerd wordt. En ik kom hier één keer in de 4 weken langs om de checkrondes te doen. Om te kijken hoe we onze doelstellingen ook kunnen bereiken. Nou, allereerst hebben we eerst het transitieconcept aangepast. Er werden eerst alleen balen gevoerd, maar we hebben dat veranderd in kuil en andere balen. En dat hebben we afgestemd op onze transitiebrok, zodat de opstart in ieder geval van die koeien een stuk beter zijn. Naast het transitieconcept hebben we ook het gemengd voerenconcept verder aangepast. Zowel in de techniek als in de producten die we in de mengwagen doen. Om zo de doelstelling van 30 liter minimaal te halen met een goed voersaldo. Ik ben tevreden met de samenwerking. We hadden een voersaldo als doel gesteld. Die hebben we inmiddels gehaald. We zitten nu ruim 28 liter en we proberen nu 30 liter te halen om nog meer voersaldo te halen. In deze vlog zag je een tevreden klant van ForFarmers. Heb jij ook een uitdaging op jouw bedrijf wat je graag samen met hun zou willen aanpakken? Neem dan even contact met ze op.